De laatste dag uit het leven van een oermens. Er was eens een oermens. Die oermens ging hout samen sprokkelen. Ook contacte hij als eerste de fruit Bes. Die hing in een boom. Hij was aan hout sprokkelen. Na zijn dutje zou hij gaan wandelen en dan nog meer hout sprokkelen en dan gaan eten. Na het samensprokkelen trok hij ook nog een jong boompje uit. Hij had vuur gemaakt. Toen opeens ging het bliksem en onweren. Toen dat gebeurde, vlucht hij meteen de grot in. Maar toen kwam de slang. Hij werd in de grot overvallen. De slang ging weg.